Witlofsalade met kip en peer. Doe 150 ml karnemelk en 100 gram roquefort in een hoge beker. En pureer met de staafmixer tot een dressing. Breng op smaak met vers gemalen peper. Verhit een koekenpan zonder olie of boter en rooster 70 gram pekannoten 3 minuten. Laat afkoelen op een bord. Snijd 400 gram bleekselderij in boogjes van een halve centimeter. Haal de blaadjes van 450 gram stronken witlof los. En snijd in 3 stukken. Snijd 160 gram gerookte kipfilet in blokjes van 1 bij 1 centimeter. Snijd 2 ongeschilde handperen in kwarten. En verwijder het klokhuis. Snijd de peer in de lengte in dunne plakjes. Meng het witlof, de bleekselderij, kipfilet, peer en 75 gram veldsla. Schep de dressing erdoor en bestrooi met de pekannoten. Zo maak je witlofsalade met kip en peer.